de Ahrens-Fox fabriek. Dat was toen de tijd al een gerenoveerde fabriek in het bouwen van brandweermaterialen. En die bouwden echt alles zelf. Dus de motor, het chassis, de pomp. Hij kwam dus compleet uit Amerika vandaan. Er kwamen er 7 uit Amerika. Dat was in 1928. En nu staan er nog 3 in een loods van Stadsbeheer. De oude beestjes worden liefdevol verzorgd door 4 brandweerhobbyisten. Het is heel moeilijk ook om mee te sturen en mee te rijden, ook, want je zit in het midden van de wagen. Dus in principe heb je tijdens het rijden, moet je denken dat je haast een wagen voor je hebt zitten. Maar de motor is ook heel krachtig, de motoren. Dit zijn de inlaatkleppen, dan heb je maar 1 inlaatklep en je hebt een dubbele uitlaatklep. En dat is gedaan bij langdurig draaien, dat de motor niet te warm wordt. Wij zijn met z'n 4 hier altijd aan het werk met deze wagens. Als er iets aan de hand is, rijden wij ook met z'n 4 naar dingen. Maar ook wij hebben niet het eeuwige leven. Hopen we dat er een jongere generatie is, maar dat ze dus wel ook weten van waarom zijn die ooit gekocht en het bestaan ervan. En dat hebben we dus vast kunnen leggen nu in het boekwerk ook. Interessant om over te lezen, maar nog leuker is het om daarna te kijken als ze rijden. En dat is een dure grap tegenwoordig. Deze wagens rijden 2 op 1. Toch kun je ze dit jaar in Rotterdam tegenkomen. Als het weer een beetje mee gaat zitten, noem maar op. Maar de Wereldhavendagen hebben we wel zo. We hebben de World Police Fire Games hebben we in juni. En daar zullen wij ook, daar komen een heleboel buitenlanders. Diverse sporters uit Amerika of uit andere landen. Toch wel een blokje koolsingel rijden, denk ik. Ja.